Nee joh, dit kan echt niet. Wat? Hey joh, hey joh. Een hele hand hier van Optjap. Hey yo, what's up iedereen? Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Zien jullie het? Ik heb gewoon weer een kuifje. Nou, dat heb ik toch een partijtje lang niet gehad. Ik heb gewoon natuurlijk mijn haar een tijdje terug gemillimeterd. Dus nu heb ik weer een klein beetje lengte. Ik heb het wel 3-4 keer kort geknipt, maar ik dacht, laat het nu een keer gaan. Wat wil ik allemaal? Jullie zien het. Ik heb een kuifje. Ik lijk weer 11. Kijk naar deze oude Instagram foto van mij met mijn neefje. Dit haar heb ik gewoon, alleen daar is het iets langer. Kijk maar, ik lijk gewoon echt knijter jonger nu. Voice crack. Zo, wat een wind en wat een groot uitzicht, jongen. Kijk hoe groot. Weet je wat nog meer groot is? Mijn maaginhoud. Ik rammel. De boys en ik gaan even de auto instappen. En dan gaan we naar de Mac. Jezus Christus. Gas, het lijkt hard buiten. Dat is echt niet normaal. Als ik nu een parachute uithang, dan vlieg ik gewoon weg. Jezus, die vond je veel te leuk, eikel. Jezus, hij is weer aan de gang, hoor. Ja. Dat is misschien wel een ziek idee. Om nog een keer met een parachute of iets geks te doen op je balkon. Ben je nu echt serieus? Ja? Dat je gewoon vanaf het balkon naar beneden wil springen met een parachute? Nee, nee. Oh. Dat je jezelf gewoon vastbindt met een touw of zo. Dat jij gewoon de vlieger bent. Dat moet jou. Ja. Pas op. Ja, dat kan ook. Nee, we hebben gewoon iets verzinnen met die keiharde wind hierboven. Ja, als die echt tyfus hard waait, dan breekt de pleuris uit. Weet je nog die storm toen? Hier. Dat was niet. Dat was zo lachen. Dat was echt niet. Hier, check even, dames en heren. Wow! 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 Toen kreeg je toch de slappe lach, joh. Oh, geniaal. Dat vond ik wel weer mooi, hoor. Oh, dat vond ik zo leuk. Oh. Mannen, wat gaan we nemen? Bij de Mac? Ja, ik twijfel. Ik zat te kijken omdat. Wat was er? Ja, ik denk, er is daar iets. Waar is die camera? Hebben we die dubbele quarter pounder naar dubbele baby? Oh! Ja, zo, mogen. Ja, ik ga zo sporten, dus ik moet wel goed bunzen. Ja, nou, het slechtste wat je kan vreten is dat soort koolhydraten, hoor, voordat je gaat sporten. Nou, ik zweer, ik ga er heel goed op. Groei lekker. Ja, dan groei je echt lekker. Ik groei lekker als ik. Dat ga ik niet zeggen. Dan er gaat iets anders bij mij groeien bij bepaalde dingen. Vanavond. Wat is er vanavond dan, Roy? Ja, ik weet niet, maat. Oh, ja, jouw vriendin komt langs, toch? Nou, niet mijn vriendin. Oh, je moeder. Nee. Nee, je moeder niet. Oh, kijk eens, tijd om te chappen in de auto. Oh, zwaar. Ja, voor wat? Waarom eigenlijk? Weet ik veel. Wat een groepsdruk dit. Bent u klaar om mijn nieuwe inrichting te zien van de kringloop? Ik ben er klaar voor. Ja? De kringloop, hè? Ik ben er klaar. Het is mooi speel, moet je kijken. Okay. Je moet vooral op de schilderijen letten, want die zijn toch een partijtje mooi? Ja. We hebben het helemaal ingericht, Roy en ik gisteren. Ik ben echt benieuwd. Komt u kijken, hè? Komt u kijken. Kom kijken. What the fuck, ouwe? Nee, joh, dit kan echt niet. Ik heb gewoon een spijker erin van bed. Nee joh. Dit is het even voor de komende maanden. Ook gewoon de prijskaartjes er nog op. Ja. What the fuck, ouwe. En een tv'tje, een lampie. Ja. Is toch mooi, hè? Zit er geen lamp, zo'n bulb. Maar dit is het dus. Maar kijk, er zit wel een Chromecast bij. En een HDMI zit op dit bakbeest, dus ze kunnen er gewoon op Netflix, op YouTube, op alles. Ja, hele goede zaken. Kun je lekker zitten. Chillen. Lekker chillen. Ga ze op de Indo-stoel zitten, dan is het Indonesische stoel. Chillen. En voor wie ze dit veel... Dat is zo, ik verslik me in mijn slijm mee. Wow, 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 wow. Dit is de speelhoek. Oh ja, fantastisch. Maar, één regel, je mag niet met je piemel spelen, wes? Nou ja, dan ben ik gauw weg, denk ik. Maar dit vind ik het mooiste attribuut, dit. Ja, die vind je mooi, hè? Ja, die is van prachtig. Ja, toen Roy en ik het gingen inrichten, zijn we ook helemaal stuk daarom gegaan. What the fuck? Het is toch godverdomme niet te geloven, die vergozer. Het is een kast, geen vullersbak.
vuilnisbak. Kijk, Wes, die ton die is het leukst. Kees staat op. Ja, nee, maak die ton eens open. Dan maak hem eens open. Nee, dat is het kussentje. Wacht. Er zit geen olie in, dus maak je niet druk. De sheiks komen ons niet halen. Nee, joh, dit is fucking wat? Een barbecue, hè? Fucking barbecue, hè? Moet je kijken. Dus heb je een stoelverwarming? Zo. En serieus, hè? Ja. Oké, okay, het is tijd om mezelf op te frissen en dan naar Arnhem te gaan. Wow, heb ik zin in, jongen. Lekker chillen met Marijn, met zijn chickie en een andere dame. En ik geloof ik nog iemand moet even kijken, maar wordt gezellig. Jongens, ik zag net allemaal politie op de weg. Ik denk, wat gebeurt er? Er werden hele ruimtes gecreëerd, gewoon helemaal kaal, alleen politie. Er komen allemaal zieke bussen aan. Gewoon 4 spelersbussen, KNVB. Sowieso Nederlands elftal, jongen. Die worden gewoon dikke escort. Wacht, noem je dat escort? Dat heeft namelijk ook een andere betekenis. Ja, zo'n stoet. Ik ga lekker chillen naar de bioscoop. Gezellig, man. En weet je wat een kalolletje nummer is? Dance and Feel. En die ander heet The Outsiders T78 Remix. Nou, dan krijg je toch een partijtje groeien. Vibes, dat is niet normaal. Jongens, mijn vlogs werden zoveel bekeken. Ik ben inmiddels gescout. Hi. Oh, dat was de moeder van Antje. Hey. Hey. Dat is een beetje ongemakkelijk, maar ik vond het wel leuk. Hoor dit. En een rotje, nou, dat was al een rotje. We gaan gezellig naar After We Collided. Een vrouwenfilm met veel seksuele tint, heb ik gehoord. Dus ik ben benieuwd. Oh, lekker heen, nachos. Vul hem maar, Rijn. Eerst kaas. Eerst kaas. Kaas. Kijk dan hoe dit werkt, is toch ziek? Oh, en M&M'tjes erbij, frissietje. Echte mannen drinken fristie. Kijk, maar je bent echt zo'n kakker, man. Met een polo en twee wijntjes. Ja, waar zijn de flessen? Daar hebben we een fles, hier een fles, zo. Godverdomme. Nou, zal ik alweer de Bob zijn? Dat was schoonlijk. Oh, wat is dit voor dark room dan? Lijkt wel een escape room. We hebben een privé room. Zo, wat is dit ziek? Kijk dan. Wat zijn dit voor zieke stoelen dan? Ja, daarom. Cool, hè? Hier word ik blij van. Gaan we daar zitten? Deze kunnen ook plat of niet? Je hebt fucking veel ruimte. Niemand die met zijn kop voor je zit. Ik heb gewoon niemand. Nee. Zal ik even een ratslagje doen hier? Ja, bluff. Ga je het doen? Je hebt geen licht hier, man. Hey! Blurp. Ik heb voor de laatste ratslag gedaan, ik weet niet, een paar maanden geleden. Nou, dat is een mooie. Een paar maanden geleden, ik heb niet lang geleden. Oh. Ga maar zitten, ik voel me ongemakkelijk. Kijk dan, dit is ziek. Zo, net een vliegtuig. Waar je blij mee bent. Ja, ik ben er heel blij mee. Normaal zijn die altijd zo skeer, man, die bioscoopstoelen. Heb je knopjes? Tom, even bijschijnen. Hoppa, get the fuck out, bro. Een wijntje erbij. Oh mijn god. Dit is het meest spacende geluid ooit. Eww, wat de fuck is dat? Oh, op mijn camera. Hey, joh, hey, joh. Hey, dit is gewoon ASO. Ruim jullie het ook op. Hey, doe normaal. Dit is echt ASO. Ruim op. Nee, dan moet je echt een bezem vragen. Dat kan echt niet. Jezus, en dan zeggen dat mannen ASO zijn. Zei dat ik ging doen, hè? Oké, jongens, de film gaat beginnen. Ik vind het wel raar dat de film met een aftiteling begint. What the fuck? Vind je die leuk? Nou, het ergste is weg, geloof ik. Dat wil ik wel even laten zien. Het meeste is opgeruimd. Nou, wat vonden we ervan? Heel leuk, hè? Hé, Marijn, dat was verschrikkelijk, hè? Ik bleef maar wachten tot het ging gebeuren. Er gebeurde niks! Dit was de meest vrouwenfilm ooit die ik gezien heb. After We Collided. Jij zat gewoon te huilen. Het ging over een stelletje met een knipperlichtrelatie. Ik moest een heel klein beetje huilen. Oh. Nice. Gaan we naar de Korenmarkt. Gaan we uit? Ja? Oké. Okay. Oh, is 10 uur dicht natuurlijk, ja. Gaan we naar de Marino Bar. Marino Bar. Jongens, mijn nieuwe whip. Dit is mijn nieuwe auto dan geworden. Waar moeten we hem starten? Volgens mij heb je bij... Hier. Ja. Waarom hoor ik niks, Marijn? Waarom is het zo donker? Selectief. Marijn. Ga je aan het stuur? Staat nu bij de E. Moet ik bij sport? Naar links. Op sport. Ik naar links. Sport. Ja, oh, nu is hij aan. Hey. Top! Dit is toch geniaal? Marijn, zijn pa zit FIFA te spelen. Die zit gewoon FIFA te spelen, kijk. Wat goud. Oké, Marijn, wat krijg ik als ik een hele hand hiervan opchap? Een hele hand? Wat krijg ik?
En gewoon een handje zo en ik chap het op en slik er door. Een fles wodka. Dan krijg ik voor jou een fles wodka. Maar ik hou niet van wodka. Oh, dit is eigenlijk voor de vogels. Ze hebben meelwormen. Maar wat is het aanbod? Een bankstel van buiten. Nee, voor in mijn tuin? Ja. Serieus? Ja, maar ik weet niet wat een bankstel. Dat is goedkoop. Dus dit gaat bij de kringloop vandaan komen, denk ik. Is goed. Ja? Gewoon een normaal handje, hè, zo. Huh? Ja, gewoon wat... Het is gewoon gedroogde meelworm, hoor. In de toekomst, jongens, krijgen we allemaal hongersnood. En dan moeten we allemaal insecten. Allemaal insecten. Is het erg om te consumeren? Ja. Voor mij niet. Ik heb de voet ook wel eens gegeten. Oh ja. Meneer, had je honger? Ja, volgens mij is het... Kijk, eentje. Is niet zo erg. Maar een handje. Want straks ga je echt ziek aan scheiterij. Nou, dan is het toch eruit. Is het toch al. Ja, dat is waar. Oh. Smaakt van mum. Dit is vogelvoer. Bro, kijk, ik heb het nog in mijn mond. Het gaat gewoon door spoelen met water. Ik ga gewoon een boomstam halen. Nee. Ja. Voor buiten, hè. Om lekker op te zitten. Een bankstel. Maar hij doet er eens eentje. Ja, dat was ik al proberen. Nee. Kijk deze. Hè? Kijk deze. Oh mijn god, dat is een soort zwart pitje gewoon. Nee, dat is een tor. Maar hij probeert er eens één, hij probeert er nu één. Zie, het smaakt naar een soort... Chips. Nou, ik weet niet wat voor chips jij heet. Mama se kaboomba, mama se kaboomba. Ja, Atten, nu die nog brandt. Hé, hey, kijk, een tosti. Kijk, een tosti, jongens. Vlam tosti. En nu is het weer de vraag, waar sluit Don dit keer zijn vlog af? Bij Sjeet op de zaak. Ik zit hier bij Sjeet op de zaak, de editor in ieder geval. Het was een super random dagje, super leuk dagje, lekker met een paar maten gek doen. Eerst gechilled bij Roy, daarna met die maten gek doen, was gewoon top. In ieder geval, dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop jullie morgen te gaan zien om 5 uur. En ik ga zeggen wat ik altijd zeg, en dat is tot de volgende video. Later!